Een vroege laatste schooldag dit jaar. Vanwege de lockdown namen scholieren en leerkrachten vandaag afscheid van elkaar. Goedenavond, tot middernacht bij de kapper zitten en nog één keer naar het theater. De nieuwe coronamaatregelen maken dat voor iedereen het leven er weer anders uitziet. Ja, heel erg teleurgesteld, want dit is natuurlijk de drukste tijd van het jaar voor de kerst. Normaal hebben we een topomzet en nu moeten we helaas dicht. En hoewel voor veel mensen de lockdown een klap is, zijn er ook mensen die blij zijn met de maatregelen. Ja, best wel tijd. Het is de laatste schooldag van het jaar. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moeten alle scholen de deuren sluiten. Ook basisscholen gaan weer dicht. Geen kerstviering meer en onderwijs wordt straks weer online gegeven. En dat betekent dat soms ouders weer even juf of meester moeten zijn. Ik vind het nogal heftig. Ik word weer meester. Ja, dat is niet mijn favoriete vak. Maar weet je, het werk gaat ook gewoon door. Dus we moeten goed afwisselen. Ik ben een alleenstaande moeder en ik heb gelukkig dat ik wel wat dingetjes op kan vangen met mijn ouders. Het is wel veel, ja. Sommige ouders zien het tegenop, het thuisonderwijs. En leraren hadden een nieuwe lockdown ook niet verwacht. Ja, daar was ik wel een beetje van overvallen. En eigenlijk wij met z'n allen wel. Ik denk zowel ouders, leerlingen als ook mijn team. Hoe zit het hier met de coronabesmettingen? We hebben wel een aantal meldingen vanuit huis gehad dat vaders of moeders besmet waren. Gelukkig nog geen kinderen die besmet zijn. Leerlingen hebben natuurlijk al wel ervaring met het online thuisonderwijs. Ja, mijn vader die is wel heel goed met rekenen. En mijn moeder heeft het ook al eerder gedaan in de meivakantie. Ja, ik vind het niet leuk, want je kan niet al je vrienden meer zien en alles moet online. Wie vind je beter, de leerkracht op school of je ouders? Leerkrachten. En ben je dan bang dat je minder leert de komende periode? Dat niet per se, want je hebt ook nog internet. Ik hoop dat het bij die 2 weken in januari blijft. Dat de achterstanden beperkt blijven. Maar ja, hier en daar worden natuurlijk wel dingen niet gedaan. Geen kerstviering en dit is de laatste dag van het jaar. Maar wel een kerstactiviteit. Nou, in plaats van het stampottenbuffet donderdag maken de kinderen vandaag nog kerstkransjes. Het gaat mee naar huis. En dan de coronacijfers. Er raakten in Gelderland het afgelopen etmaal 607 mensen besmet. Dat is de helft minder dan gisteren. In heel Nederland zijn er de afgelopen 24 uur 6.682 mensen positief getest. En dat zijn er 1.807 minder dan het vorige etmaal. Ja, dat er maatregelen aan zouden komen, ja, dat wisten we. Maar zo snel en zo lang, dat nieuws dat kwam als een onaangename verrassing voor veel ondernemers die gisteravond nog even flink moesten schakelen. Bij deze sportschool profiteren de leden nog even van de laatste trainingsuurtjes. Een beetje rauw op ons dak gevallen, want we hadden het natuurlijk niet verwacht. En zeker omdat wij eigenlijk een beetje gehoopt hebben dat we er weer tussendoor konden fietsen. En open konden blijven om de mensen gezond te houden en een goede boost te geven in deze vervelende tijd. Laatste keer verlopen, ja, lange vakantie hiernaar. Ja, thuis sporten, veel wandelen, in beweging blijven. Niet op de bank zitten, maar het is wel jammer, ja. Jammer is een understatement voor deze kapper, want ook zij moeten stoppen. Ja, heel erg teleurgesteld, want dit is natuurlijk de drukste tijd van het jaar voor de kerst. Normaal hebben we een topomzet en nu moeten we helaas dicht. De kappers gingen tot diep in de nacht door om nog zoveel mogelijk mensen te helpen. Het was eigenlijk bedoeld om morgenochtend te knippen. Maar Denise die gaf aan van oké, vanavond en dat was ideaal. Morgenochtend mag het niet meer. Nee, dan mag het niet meer, helaas. Theaters moeten ook voor de tweede keer hun deuren sluiten. Het Arnhemse dansgezelschap Introdans moet nog voor de première van de kerstspecial het doek laten vallen. Gisteravond ontvingen zij voor de laatste keer applaus. En als je dan nu toch het applaus krijgt van de mensen die er zijn, dan denk je wel even van wauw, dit was de laatste van 2020 en we zitten pas in begin december. Dat is gek. December is voor ons de drukste tijd. Onze kerstgala voorstellingen, alles was uitverkocht. En nu hebben we de laatste buiging mogen nemen voor nu. De liefhebbers van deze voorstelling balen dat ze voorlopig niet naar het theater kunnen. Ja, uiteraard hartstikke jammer. Ik dacht in de auto ook van, oh, wat sneu voor die mensen die zo hard hebben gewerkt aan een voorstelling die ze niet eens kunnen afmaken. Ja, dat was dus gisteravond en vanochtend bleef alles dus dicht. Dat geldt ook voor de winkel van Lotte Keulers. Een winkel die nog nooit open is geweest. Want morgen zou ze namelijk feestelijk openen, maar dat gaat dus niet door. Het leek me echt al super lang leuk om een eigen winkeltje te hebben.
En toen ik klaar was met de middelbare school, kon ik niet echt iets vinden wat me aansprak. Toen ben ik gaan werken. En toen kwamen we echt best wel kort geleden bij dit pand. En toen leek het opeens allemaal mogelijk. Maar de lockdown gooit voor de 20-jarige Lotte dus flink roet in het eten. Ja, het is heel vervelend omdat je er best wel hard naartoe werkt. Ik wilde graag halverwege december open, zodat ik nog die kerstperiode mee zou pakken. Het is wel lastig. Ik woon wel nog bij mijn ouders thuis. Dus in die zin, ik hoef nog geen huur te betalen. Dus dat is wel fijn. Maar ik heb wel mijn andere baan opgezegd om hier me volledig op te storten. Het is voor Lotte dan ook maar hopen dat ze in januari haar opening kan houden. Ja, nou, dan moeten we alsnog kijken hoe het dan is met de regels en hoeveel mensen er dan kunnen komen en hoe het er dan mee staat. Maar dan is iedereen zeker van harte welkom om langs te komen. Midwinterhoorn blazen, dat is een belangrijke traditie in de Achterhoek. Langs de N18 bij Eibergen is dat vanaf volgend jaar voor iedereen duidelijk. Dankzij een joekel van een kunstwerk. In totaliteit wordt hij ongeveer 45 meter lang. En de grootste diameter is 4,5 meter. De politie verdenkt een 34-jarige man uit Zutphen ervan dat hij premier Mark Rutte heeft bedreigd. Dat zou hij gisteren hebben gedaan via een telefoontje naar de Tweede Kamer. De politie startte na het belletje direct een onderzoek en kwam al snel bij de 34-jarige man uit. Hij werd nog dezelfde dag aangehouden in zijn woning en moet zich verantwoorden voor de rechter. En de winkels van Hema blijven voorlopig gedeeltelijk open. Ook alle 64 vestigingen in Gelderland. Alleen essentiële producten, zoals eten, drinken, maar ook drogisterijartikelen, kunnen nog verkocht worden. Volgens het ministerie van Economische Zaken mag dit als je 30% van je omzet met dit soort artikelen verdient. Niet-essentiële producten zijn afgelopen nacht uit de schappen gehaald of worden afgeschermd. Deze spullen worden alleen nog maar online verkocht. En een uitgebreide uitleg over alle regels vindt u op onze site. Een 23-jarige man uit Vuren en een 25-jarige man uit Herwijnen zijn aangehouden op verdenking van handel in illegaal vuurwerk. De politie kwam de verdachte op het spoor na de vondst van een zeecontainer met 4500 kilo zwaar vuurwerk in Gellicum. Welke rol de verdachten hebben gespeeld en wat er precies is gebeurd, dat moet het onderzoek nog blijken. De politie sluit nieuwe aanhoudingen daarom niet uit. Teleurgestelde winkeliers, boze mensen die tijdens de toespraak van premier Rutte van zich laten horen. Je zou bijna vergeten dat er ook mensen blij zijn met de nieuwe maatregelen. Zoals diegenen met een zwakke gezondheid en artsen die de druk op de zorg de afgelopen tijd zagen toenemen. Dick Kochius krijgt 24 uur per dag hulp in huis. Dick heeft een spierziekte en is al tijden aan huis gekluisterd. Hoi, welkom. Toen u hoorde over de nieuwe op handen zijnde lockdown, wat was uw eerste reactie? Met tijd. Ja, met gewoon tijd. Ik denk dat we het zelf veroorzaakt hebben door ons niet te houden aan de maatregelen die er al waren. En ook al is Dick weinig buitenshuis, zijn verzorgenden zijn dat wel. Hij heeft dan ook een uitgesproken mening over het idee om zwakkeren van gezonde mensen te scheiden in de maatschappij. Ja, dat gaat bijna niet. Of niet bijna, dat gaat niet. Iedereen heeft met een kwetsbare gezondheid te maken. Er werken heel veel jonge mensen in de gezondheidszorg. En heel veel mensen doen mondzorg. Je kunt mensen niet isoleren. Dick staat niet alleen, want ook vanuit de zorg klinkt al langere tijd de roep om meer maatregelen. Dit besluit moest gewoon genomen worden. Er stond van de week ergens in een krant dat een ziekenhuis had twee operatiekamers gesloten. Nou, dat loopt erg achter de feiten aan, want er zijn inmiddels al vele operatiekamers gesloten en hier ook. Dus we zitten nu op het niveau dat we nog net alle spoed- en semispoed ingrepen kunnen doen. Want laatst ook een patiënt die zei op de polykliniek tegen mij, weet je, wij geloven niet zo in COVID. Ze zeggen, nou, dat die luxe hebben wij niet, want wij hebben die mensen gewoon liggen. Begin jaren 60 werd de oude molen aan de Voorstraat in Liende gedegradeerd tot een stompe toren. Maar Wim Derksen en Geetje Spies willen het monument in Oude Luister herstellen om door hun zorgbedrijf te vestigen. En het lijkt erop dat die droom nu werkelijkheid wordt. In 1963 hebben ze hem ontmanteld, wieken eraf, alle binnenwerk eruit. En wij zijn afgelopen jaar, het is nu denk ik iets meer dan 2 jaar bezig om te zorgen dat we weer de molen kunnen gaan herstellen. Wim Derksen en Greetje Spies dromen van de zorgmolen. Een combinatie van de historische maalderij en dagbesteding voor de zorgcliënten die zijn nu al in huis ontvangen.
We gaan de grond in de eerste verdieping willen we echt gaan gebruiken als ruimte waar we kunnen gaan koken, waar we kunnen gaan kutsen met mensen, waar we met mensen kunnen gaan werken. Er komt ook een winkelfunctie erin, waarbij ja, met onze medewerkers taarten gaan bakken, koffie gaan serveren. Dat we hier in de zomer ja, mensen kunnen ontvangen. De Rijksmonumentendienst adviseerde om de molen in de huidige vorm te laten. Maar de gemeente Buren volgt dat advies niet op. Wij hier in de Beter zijn wat eigenwijzer. We zeggen, nou, als we dan de molen terug willen, dan willen we met totaliteit terug met al zijn ins en outs. Dus inclus de wieken. En die wieken worden als vanouds aan het werk gezet. Ja, zeker. Het is de bedoeling dat die, dat noemen ze dan maalvaardig. Dus dat alles weer zo wordt gemaakt zoals het ooit was oorspronkelijk. Zodat we ook meel kunnen gaan maken. Ook dat weer met cliënten en met vrijwilligers. Dat we dan in onze eigen winkel gaan verkopen. Maar ook dan weer eigen producten van gaan maken. Dus hij moet echt weer zijn werk gaan doen zoals hij het vroeger ook kon doen. De gemeenteraad besluit deze week definitief over het plan. De ondernemers hopen dan volgend jaar te beginnen met de restauratie. Het kan straks niemand ontgaan dat midwinterhoornblazen een belangrijke traditie is in de Achterhoek. Een joekel van een midwinterhoorn is vanaf januari namelijk te zien langs de N18 bij Eibergen. Het kunstwerk komt midden in het midwinterhoornplantsoen. In de werkplaats wordt nog hard gewerkt aan het metershoge kunstwerk. Nou, wij zijn met een midwinterhoorn aan het maken. Deze is wel een beetje echt uit de kluiten gewassen. Hij wordt in totaliteit wordt hij ongeveer 45 meter lang. En de grootste diameter is 4,5 meter. Echt joekel, ja. En dat hij groot is, dat kun je buiten zien. Maar voordat hij naar de eindlocatie kan, moet er nog wel iets gebeuren. Als het laatste stukje klaar is, dan wordt het geheel wat weer gedemonteerd en dan gaat hij naar de spuiter toe. Dan gaat hij naar Eibergen toe. En ja, dat zal wel begin januari worden, denk ik, dat hij daar op de plek gemonteerd wordt. Echte blikvanger. Wat een mooi ding. Straks als hij af is, komt hij hier te liggen, midden in het midwinterhoornplantsoen. Het is hier wel een beetje glad. Gisteren aan het einde van de dag, toen de coronaregels nog anders waren dan vandaag, werd de eerste boom geplant door de wethouder van de gemeente Berkeland. Wilt u hem deze kant op, die kant op? De bomen moeten straks stammetjes worden waar weer midwinterhoorns van gemaakt kunnen worden. En dus is het van belang dat ze goed geplant worden. We hebben uitgeteld dat we daar ongeveer 250 bomen in kunnen zetten. We zetten ze redelijk dicht op elkaar. Die niet krom wil worden, die is aan de beurt. Die knippen we weer af. Dus we houden als het goed is de mooie boompjes over. En als het goed is, dan klinken de mooie boompjes over een jaar of 10... Zo naar wens. Zo. En dan het weer van Weerplaza. Vannacht komen opklaringen voor. Het kwik daalt naar 3 of 4 graden. En regionaal ontstaat mist. Morgen dan zijn er perioden met zon, maar er komen ook wolkenvelden voor. Bij een matige zuidoostenwind wordt het ongeveer 8 graden. Het blijft droog. En dan kijken we ook nog even vooruit. Ook in de komende dagen is het ronduit zacht decemberweer, met in het weekend zelfs maxima boven 10 graden. Soms valt wat regen of een bui, maar vooral vrijdag is het nagenoeg droog. En dit was het Gelders Nieuws op onze app en onze site. Een verhaal over de Nunspeetse VVD-fractievoorzitter Jeroen Snatersen. Die heeft het lidmaatschap van zijn partij opgezegd omdat hij niet eens is met de mondkapjesplicht. En dat neemt hij zijn Haagse partijgenoten kwalijk. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.